Op zoek naar een proactieve accountant en belastingadviseur? Wees welkom bij Silvers & Vos. We hebben het op 8 juni van de gemeente gekocht. Voor 0 euro, voor 1 euro eigenlijk. En daarna is het een kwestie geweest van offertes aanvragen. En de totale renovatie van dak, ramen, schilderwerk, elektriciteit. Ja, zoals het eruit zag en zoals het er nu uitziet, is het een verademing voor het dorp. Wat voor gevoel staat u? Ja, heel trots. Ik ben echt heel trots. Gewoon zo'n initiatief dat door eigen inwoners opgepakt wordt en waar je dan in een paar maanden zo'n metamorfose ziet, is echt heel geweldig. Ja. Want anders was het gesloopt, hè? Anders was het gesloopt, ja. Nu niet. Nu blijft het nog jaren staan. Dus ja, geweldig. Ik zie wel veel ouderen om me heen. Nou, en daarom is het juist zo mooi. Het heet ook niet voor niks het tweede thuis. Hè? In iedere kern heb je gewoon behoefte aan zo'n dorpsontmoetingsplek. En dat stimuleren we ook heel erg. En ik ben zo blij dat inwoners dan opstaan en zeggen, wij willen dit gebouw graag houden. En dat is hier ook gebeurd. We hadden een pot nodig van 107.000 euro. 106.000 zoveel. En daarvan hebben we 68.000 euro van de gemeente Hollands Kroon gekregen wegens achterstallig onderhoud. En daarna hebben we zelf allerlei fondsen aangeschreven. En die fondsen, daar zijn we heel blij mee geweest. Die hebben totaal ook nog ruim 21.000 euro opgebracht. Nou, dit is hetgene wat we er uiteindelijk van hebben weten te maken. Het is een prachtig biljartcentrum waar heel veel mensen met heel veel enthousiasme in hebben gewerkt. En veel met eigen leden hebben gedaan. Met eigen middelen ook. Dat is ook heel belangrijk even te vermelden. Alle buitenkant is allemaal grof betaald. Maar de binnenkant is voor een heel belangrijk deel door de eigen leden allemaal opgebouwd. Dus daar zijn we heel trots op. En vooral ik. Ik ben heel trots als voorzitter. Dat mag je wel zeggen.